Welkom bij de introductie van de Tsera Ace Matic, de opvolger van de Tsera Ace. Het is een hele unieke cv-ketel. En dan hoor ik u gelijk denken, oh ja, uniek, hoezo? De buitenkant lijkt eigenlijk wel op de Avanta Ace zoals u ziet. Maar met de Tsera Ace Matic zetten we eigenlijk een volgende stap in de verdere standaardisatie. En dat betekent dat hierin zit het Ace besturingsplatform, wat eigenlijk al uniform is op dit moment voor nieuwe toestellen. De afmetingen en de aansluitingen identiek aan de Avanta Ace. Serviceonderdelen, accessoires, eigenlijk allemaal hetzelfde. Minder voorraad in de bus dus bij jullie, ook een belangrijk aspect denk ik. Het bedieningspaneel, ja die is groter als je ziet. En we noemen dat ook zo mooi diapositief. Als je kijkt heb ik een heel duidelijk beeld wat er eigenlijk op het display staat. En ken je eigenlijk één Ace toestel? Ja, je weet het hè. Dan ken je ze eigenlijk allemaal. Dat betekent gewoon gemak en tijdswinst. Unieke eigenschappen van de Tsera Ace Matic. Hij heeft sowieso een heel compleet nieuw gasluchtsysteem erin. Ik ga het even proberen om het te laten zien. Als je open doet, dan zie je eigenlijk hier een gasblok in zitten. En dat betekent eigenlijk dat daar geen instellingen meer gedaan hoeven te worden. Dat gaat volledig helemaal vanzelf. Hij past zich aan elke gassoort. Wat moeten jullie nog wel doen? Even inzetten, propaan of aardgas. Dat is de enige keuze die je eigenlijk moet maken. En als je dan kijkt, de afstelling gaat vanzelf. En dat betekent eigenlijk ook E-matic. Het is electronic. En het is automatisch of automatic, om het zo maar te noemen. Altijd optimaal afgesteld. Meer zekerheid, een blijvend hoger rendement. Dus voor de portemonnee van de klant natuurlijk uiteraard heel goed. Maar jullie moeten er wel mee doen. En dat is na afloop even kijken of de verbrandingswaardes juist zijn. Meten is weten. En dat moet je nog blijven doen. En tijdens de calibratie, dat duurt een paar minuten, heb je vast tijd om eventjes je gereedschap op te ruimen. Dus doe er je voordeel mee. Servicevriendelijk. Ja, natuurlijk makkelijk in de onderhoud. Er is veel ruimte, toen we binnen in de toestelruimte zitten. Maar ook een goede toegankelijkheid. Alles kun je van voren bereikbaar. Dus niks meer aan de zijkant nodig. Dus kort gezegd, ook aan jullie zeker ook even gedacht. En als extra slimmigheid heeft hij een plug-and-play connector. En wat is een plug-and-play connector? Eigenlijk is dat het kleine gele ding wat je hier binnenin ziet zitten. Maar aan de onderkant, zonder dat je de mantel eraf hoeft te halen, kun je het benaderen. En wat kun je er dan mee? Daar kun je bij wijze van spreken je smart service tool op aansluiten. Of eventueel een gateway voor de toekomst, voor uitbreidingsprintjes die we dan nodig hebben. En nogmaals, je hoeft de ketel er niet voor te openen. Dus dat is een mooie toevoeging ten opzichte van wat de Tsera Ace in die tijd had. Snel installeren? Ja, de meeste onderdelen zijn er standaard ingebouwd. Hè? Ik heb wijze van spreken de waterdruksensor, ik ken de veiligheidsventiel, een rookgasklep in de mengbocht die erin zit. Maar wat denk je aan de sifon? We hebben er natuurlijk condenswater uit de cv-ketel zelf. Van de luchttoevoer, het slangetje wat eraan zit, condens eventueel wat er gevormd wordt. Maar ook het veiligheidsventiel hebben we erop aangesloten. Dat betekent voor jullie gewoon meer dan een aansluiting. Dus dat scheelt weer een aansluiting. En het groot modulatiebereik. Groter dan wat we gewend zijn. Dat was 1 op 5 tot 20%. Deze gaat 1 op 8 tot 12,5% terug. Dus eigenlijk een hele goede en zuinige invulling om voor die woningen waar je gewoon minder vermogen hebt. Denk eventjes aan een goed geïsoleerde woning, de nieuwbouwwoningen vooral. Maar ook minder schakelingen. En minder schakelingen betekent ook minder methaanslip. Minder verbrand, onverbrand gas wat eigenlijk bij de stad vrijkomt. Dus een heel positief effect op het milieu, maar ook op het jaarrendement naar de kant toe gezien. En dan de diepe modulatie, ja, in combinatie met een hybride waterpomp. Daar willen we in de komende jaren nog heel veel van wegzetten. Een hele goede combinatie. Maar de Tsera Ace Matic is wel groter dan de Tsera Ace. Maar hij scoort veel beter. Want natuurlijk, als je de afmetingen ziet, dan lijkt dat ook wel zo. Maar we hebben alles ingebouwd. Je hebt niet meer een sifon eronder zitten. Je hebt niet meer die aansluitbox eronderin. Je hoeft niet meer ruimte te houden dat die sifon eronderuit kan. Al met al betekent het netto gezien dat die gewoon kleiner is. En die past prima in een kleine ruimte. Denk je nog aan een keukenkastje? Ook deze kan er zeker in. En dan een vervanging van bestaande toestellen. Ik denk aan Tsera Ace. Ik denk aan Avanta. We hebben daar verloopsets voor. Dan hoef je die leidingen niet meer weg te halen. Dan kun je maar aansluiten op dezelfde sets. En als je dan denkt aan de toekomst te zien, denk nog even aan de diepe modulatie in combinatie met hybride. Hele goede combinatie. Een ingebouwde zonneboilerregeling. Je kunt direct hem erop aansluiten. Aardgas en de bijmenging van 20% waterstof. Voor de toekomst te zien, zeker ook in dit geval. En vergeet niet om het te activeren voor Romea Connect. Romea Connect betekent dat het praktisch en klantvriendelijk wat naar je klant toe te zien. Gaat er wat mis? Of is er iets aan de hand, krijg je een mail?
En dan weet je wat je moet doen. Dan kun je met de klant contact opnemen. Dus denk eraan, Remea Connect. En dat maakt dat Serra Ace Matic nou de nieuwe, unieke cv-ketel van Remea.